Mijn naam is Ferdinand Metselaar. Ik ben directeur operations bij Spaanse Bouwsystemen. Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van verkoop tot en met montage. Spaanse Bouwsystemen is een eigen divisie die totale levering van prefab onderdelen op de bouw vastigt. Het starten van de meting kunnen we zien doordat op de controlbox, welke bij elke tafel aanwezig is, twee lampjes aanwezig zijn, een rode en een groene. Als het proces nog niet gestart is, dan zal die op groen staan. Ten teken dat de tafel beschikbaar is om gekanteld te kunnen worden. Op het moment dat Concremote een temperatuur heeft geregistreerd en doorgezonden, zal het groene lampje uitgaan en gaat het rode lampje branden. En daarmee is de tafel gerendeld en kan deze niet meer gekanteld worden. De volgende stap die plaatsvindt is dat op het moment dat de meting gestart is en de temperatuur onder een bepaalde grenswaarde is, zal door het Concremote meetsysteem ook de kachel gestart worden, waardoor de tafel verwarmd wordt tot een bepaalde instelling. Is die instelling bereikt, dan zal ook de kachel weer uitgeschakeld worden. Uiteindelijk hebben wij dus gekozen voor Concremote om toch meer veiligheid in het proces terug te krijgen. Dus door meer de metingen te doen over onze producten kunnen wij hebben meer inzicht en kunnen we ook veiliger de elementen uithalen van tafel. Nou, het resultaat van het gebruik van Concremote is sowieso dat wij in ieder geval zeker zijn dat wij de elementen veilig van tafel kunnen halen, dat in eerste instantie. Daarnaast hebben wij, wat ik net ook al zei, hebben we meerdere processen kunnen verbeteren. En dat maakt dat wij veel sneller inzicht hebben in hetgeen wat we doen. En bijkomend voordeel is ook dat wij onze energieverbruik best wel hebben kunnen verlagen. Naast de meldingen op de controlbox, het rode en groene lampje, en de melding op de overzichtspagina van de webportal, gebruikt Spaanse ook de mogelijkheid om bepaalde personen een e-mail te sturen of een sms op het moment dat dit soort kritieke punten zijn bereikt, zodat ze inzicht hebben wanneer ze verder kunnen met hun proces gaan.